Tasja, kun je mij het kaartje even voorlezen? Zeker. 17 juli 2021 is het zover. Wij gaan trouwen. Graag vieren wij deze hele dag samen met onze familie en beste vrienden. We willen jullie daarom vragen om op deze bijzondere dag erbij te zijn. Een bijzondere dag was het, hè? Ja, dat was het zeker. Hoeveel kan deze muur hebben? Hoe hoog kan het water komen? Ja, dat is 1850, is hier ongeveer. Dat hadden ze maandag voorspeld, 1850. Toen dacht ik bij mezelf, dat is ook de reden waarom ik alles gelijk heb ontruimd en de kelders leeg gemaakt, want dit is helemaal onder kelder. We hebben een paar ploegen gemaakt, dus dat we 24 uur hier met een paar mensen aanwezig zijn. Hoeveel scheelde het? Ik denk zo'n stuk. Of met de wand. Dat zat echt bijna tegen het bovenstuk aan. Op 15 juli 2021 had ik met Erik nog een bericht gestuurd. We zouden graag vandaag willen weten of eventueel tot het doorgaat. Dit in verband met betrekking naar de gasten en de planning. Had iedereen mogen trouwen op 17 juli 2021? Laten we eerlijk zeggen, in de situatie waar wij toen verkeerden, was alles, denk ik, alles geannuleerd geworden, behalve Michiel en Natasja. Ik bedoel, ja, Michiel werkte al meer dan 20 jaar bij mij, Natasja kennen we al lang. Ja, dat vonden we echt niet gepast om er niet door te laten gaan. Nee. Maar wat had je eigenlijk aan je hoofd op die dag, de bruiloft of het hoogwater? Alles. Wat de COVID, wat hoogwater, wat die bruiloft, we hadden alles. Het zijn een beetje, ja, klinkt heel cru, een beetje twee hoogtepunten. Dus dit en onze dag. Je leeft natuurlijk ook mee met wat er gebeurt daar. Niet alleen met Erik natuurlijk zijn bedrijf, maar ook de andere mensen die aan de Maas en waardoor dat water allemaal naar binnen komt en zo. Dus het zit wel in je achterhoofd. Ja, zeker. Dus het was dubbel stress? Dubbel stress, ja. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, dat scheelde een paar centimeter, hè. Dat was voordat het binnen was. Ik heb dit een beetje in de kelder gehad. Dat hebben we eruit gepompt en hier was alles met big bags en muren en wanden gebarricadeerd. Alles was leeg. Ja. Ja, en wat ik zeg, we zijn er vergeleken met mensen in Zuid-Limburg toch behoorlijk goed afgekomen. Dus ja. Op een gegeven moment heb je de bruiloft meegemaakt en dan wil je graag een foto ergens hangen. En ik heb hem met Giel erover gehad. En ik zei, ja, dit vind ik toch wel de mooiste foto die er is. Ook al staan we er niet met ons gezicht op. Maar de foto vertelt het hele verhaal van die dag. Je onthoudt het altijd. Wanneer ben je getrouwd? Ja, met hoogwater. Ja.